Een getuige heeft zich bij de politie gemeld in verband met de dood op dierenarts Niek Soepnel in zijn huis in Eindhoven. De getuige zou de dierenarts vlak voor zijn dood nog hebben gezien. Soepnel werd vrijdagavond doodgevonden in zijn huis in de Eindhovense wijk Achsebarier. De politie vond hem nadat zijn vrouw alarm had geslagen. Een zoon van het slachtoffer is aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van zijn vader. De politie is het hele weekend bezig geweest met sporenonderzoek en ook is er uitgebreid buurtonderzoek geweest. De dierenarts had al 30 jaar een praktijk in de wijk.